Hoi, ik ben Isabel en dit is mijn vlog. Het boek dat ik gekozen heb heet Susie en de Kwallen, geschreven door de schrijver Ali Benjamin. Het boek heeft 236 bladzijden. De uitgeverij is Van Goor en het jaar van de uitgave is 2016. Nou, wat het boek inhoudt, Susie Swanson is de hoofdpersoon van het boek. Ze is een meisje, ze weet veel dingen die anderen niet weten. Maar wat ze niet kan begrijpen is hoe Fanny's leven zo plotseling stopte, voordat Susie ook maar sorry kon zeggen voor het ergste dat ze haar vriendin had ooit aangedaan. Ik denk dat Fanny Susie's vriendin is. Door Fanny's dood kreeg Susie heel veel verdriet ervan en begon ze ook minder te praten. Maar dan kreeg ze liefde en hoop van de mensen in haar omgeving, zodat zij haarzelf kunt vergeven. Nou, mijn verwachtingen zijn dat het een verdrietig verhaal zou worden, omdat Susie's vriendin was overleden. Maar ook een interessante verhaal, want ik wil weten wat de titel Susie en de Kwallen betekent en wat Susie Fanny had aangedaan. Ik zit nu op bladzijde 15. Je was al 2 dagen dood voordat ik het zelf maar wist. Het was op een middag, eind augustus, aan het eind van de lange, eenzame zomer na de brugklas. Mijn moeder liep me binnen en ik wist meteen dat er iets erg was. Iets heel ergs. Want dat kon ik aan haar zien. Ik schrok ervan. Ik dacht dat er iets misschien met mijn vader was gebeurd. Maar zou dat mijn moeder na de scheiding eigenlijk nog wel iets uitmaken? Toen dacht ik dat er iets misschien met mijn broer was gebeurd. Suus, begon mijn moeder. Ik hoorde de koelkast zoemen. Ik hoorde het poink poink van de druppende douche. Het getik van de oude klok op de schoorsteenmantel die altijd achterloopt, behalve als ik eraan denk om hem op te winden. Mijn moeder praatte kalm. De woorden kwamen er op normale snelheid uit. Maar toch was het alsof alles langzamer ging. Alsof de tijd zelf heel zwaar was geworden. Alsof de tijd zelfs helemaal was gestopt. Fanny Jackson is verdronken. Ik vond dit stukje belangrijk omdat hier vertelde de moeder van Susie aan Susie het nieuws over Fanny dat is overleden. Ik zit nu op bladzijde 133. Als ik bij kluisje 605 kom, jouw kluisje, doe ik de koeltas open. Dit is jouw teken, je zult het vast begrijpen. Elk kluisje heeft 4 verticale gleuven, de schijven passen precies door de gleuven heen. Ik ga snel, maar kalm te werk en druk de schijven door de gleuven naar binnen. Ik krijg er pijn van in mijn buik, maar daar let ik niet op. Je had me niet moeten uitlachen. Je had me niet moeten zeggen dat ik raar ben. Toch is dit geen wraakactie. Het is precies wat jij hebt me gevraagd. Ik doe iets waardoor je naar me zult luisteren. Waardoor je eindelijk snapt wat er aan de hand is. Waardoor onze vriendschap kan worden gered voordat die voorgoed voorbij is. Ik vond het stukje belangrijk omdat hierin gaven ze antwoord op de vraag wat heeft Susie Fanny aangedaan. Nou, Susie probeerde Fanny een teken te geven om hun vriendschap te redden, want hun vriendschap was niet zo sterk als toen. Ik zit nu op bladzijde 158. Die dag werden er overal op school posters ophangen. Wintergala, 10 februari. Stem op je favoriete thema. Midnight in Paris, Tropisch Paradijs, Helden en Schurken of Een Avond in Hollywood. Stem bestaat bij de conciërge. 1 stem per leerling. Oh nee, dacht ik, een gala. Ik wist nu al hoe mijn moeder zou reageren als zij erover hoorde. Super, zou ze zeggen. Moet je naartoe gaan. Wordt vast leuk. Ik keek weer naar de datum. 10 februari. Dat was niet meer zo ver weg. En op dat moment besloot ik 3 dingen. 1. Ik ging niet op een thema stemmen. 2. Ik ging niet naar het gala. En 3. Op 10 februari zou ik in het buitenland zijn. Dat was het moment waarop ik het zeker wist. Ik ging het echt doen. Ik ging in mijn eentje helemaal naar Australië. En ik had een deadline. Ik vond dit stukje interessant, want ik wil weten of het Susie wel of niet lukt om in haar eentje naar Australië te reizen. Wat ik nu van het verhaal vind is dat het ten eerste niet echt zo'n verdrietig verhaal is wat ik dan verwacht had. Maar het is wel zielig dat de vriendin van Susie was overleden. Ik vind het ook een spannend en interessant verhaal. Want ik had echt gewoon niet verwacht
dat Suzie zelf had besloten om in haar eentje naar Australië te gaan reizen. Of dat haar gelukken weet ik nog niet, daarom wil ik het verhaal ook verder lezen. Om uit te vinden of het haar gaat lukken. Nu is het de vraag, is het een aanrader of toch een afknapper? Het is een aanrader! Het boek trok me aan door zijn mooie boekenkaft en de blauwe kwallen aan de zijkanten van de bladzijdes. Ik hou heel erg van het verhaal en Suzie's onverwachte besluiting om zelf in haar eentje helemaal naar Australië te reizen. Helaas maar gelukkig lukte Suzie's plan niet, omdat zij te jong was om zelf in het buitenland te reizen. Ik vind ook dat het verhaal realistisch is voor mensen wiens geliefde was overleden. In het boek laten ze zien hoe Suzie daarmee omgaat nadat haar vriendin Fanny was verdronken. Over het algemeen vind ik dit boek supergoed. Ik zou het zelfs een tweede keer lezen en ik zou wensen dat er een film ervan wordt gemaakt. Ik raad jullie aan om dit boek zelf te lezen, dan hoor ik wel van je wat je er zelf van vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Doeg!